Hoi, ik ben Rick van Q-Factory en vandaag gaan we meelopen met een van de huurders van het Q-Factory gebouw, namelijk Milou van Abbey Road Institute. Zij gaat ons een kijkje geven achter de schermen. Dus let's go! Hoi, ik ben Milou van Abbey Road Institute. Kom even mee, dan laat ik jullie een sneak peek zien waar onze studenten in zijn. Ja? Wat is Abbey Road Institute precies? Abbey Road Institute is een muziekproductieschool. Eigenlijk originated vanuit Abbey Road Studios in Londen. Tof. De legendarische Beatles studio. Ja. En we zijn een muziekproductieschool. En dus we leiden onze studenten op tot music producer en ook sound engineer. Ja. Hebben jullie ook grote internationale klanten eigenlijk hier? Het draait voornamelijk om de studenten. Wel regelmatig producers en sound engineers, audio engineers uit voor workshops in de studio waar de studenten bij kunnen zijn en veel van kunnen leren. Bijvoorbeeld aan wat voor grote namen moet ik dan denken? Volgend jaar in april komt de grote Al Schmidt. Tof. Dat is wel een van de, dat is eigenlijk wel de grootste engineer producer die nog leeft. Ja. Hij heeft alle grootheden gedaan van Paul McCartney tot Tom Norah Jones. Die wil je hebben. Die wil je hebben. Dat is de Holy Grail, ja. Ja. Want waarom hebben jullie gekozen voor Q-Factory als locatie? Nou, Q-Factory is gewoon een plek dat ademt muziek. Er gebeurt zoveel op het gebied van muziek. Je hebt hier dagelijks muzikanten rondlopen. Je hebt Red Bull Studios zit hier. United Pop. Conservatorium van Amsterdam, de popafdeling en natuurlijk twee concertzalen. Dus ja, het geeft onze studenten de mogelijkheid om te netwerken en leuke samenwerkingen aan te gaan. Dus ja, dus het is hier gewoon een leuke bedrijvigheid, leuke synergie van muzikale bedrijven en dus ook scholen. Als je van muziek houdt, is dit de place to be? Dat is dit de place to be, ja, zeker. Wist je dat Q-Factory het Q-Factory Hotel gaat openen? Ja, dat wist ik, want dat zit hier bij ons om de hoek. Ja, klopt. Ja. Gewoon als je hier gelijk naar buiten gaat, rechts. Gelijk naar buiten, rechts, door de deuren en dan bij het Q-Hotel. Op loopafstand. Op loopafstand, ideaal. Ja. Kan Q-Factory Hotel voor jullie nog wat betekenen? Zeker. Het is heel handig als wij hier gasten hebben om ze in-house te kunnen accommoderen. Ja, als wij een keer een latertje door moeten werken, kunnen we natuurlijk ook crashen daar. Dus ja, het is natuurlijk handig om alles binnen Q-Factory te hebben. En hoeven we nergens naartoe. Nee. Zou je dus zelf straks een nachtje willen slapen? Zeker, ik wil het nou wel een keertje uitproberen.